Dus ik zat net het volgende voorbeeld te bedenken. Ik zat net te bedenken, ik liep net zeg maar door rood, lopend, een rode stoplicht. Dus zat ik te denken, ja, laatst had ik op mijn werk een discussie erover dat je door rood lopen ook een bekeuring kan krijgen. Dacht ik echt van, hè? Hoe kan dit nou? Want in mijn gedachten gaat dat dan zeg maar zo. Je hebt de mensheid en je hebt de techniek. Het is niet één, zeg maar, snap je? Dus op het moment dat de techniek ons helpt in de veiligheid, dan moet je eraan houden. Maar ik heb ook ogen gekregen die beter zijn dan die camera's die erop, de techniek die ervoor gebruikt wordt, zo moet ik zeggen. En met die ogen hebben we al duizenden jaren overleefd in de mensheid om te kunnen overleven. Dus op het moment dat de techniek niet meer van toepassing is, kan je overschakelen op je normale overlevingsinstinct, zo moet ik zeggen. Dus ik zat zo te denken, als ze jou dus een bekeuring geven, en die bekeuring kost geld. En mensen, voor mensen die niet weten wat geld is tijd. Waarom? Jij gaat werken, en wat doe jij? Je investeert tijd, en je krijgt er geld voor terug. Dus je investeert je tijd, en je krijgt er geld voor terug. Als jij een bekeuring moet betalen, dan kost dat jouw tijd. Dus het spelletje van het leven. Je hebt wel eens van die missies in spelletjes, en dan moet je iets op tijd doen, en als je bijvoorbeeld iets raakt, gaat de tijd vanaf. Dat is precies hoe het leven werkt. Dat is het materialistische leven. Alles wat je in materiaal hebt, wordt weer van je afgehaald, zeg maar, als je, op het moment dat je een foutje maakt. Dus ze vragen tijd van jou. En die tijd kan je weer omzetten in energie, als je in het spirituele leven gaat kijken. Maar dus die tijd is energie, en die energie die je insteekt in die tijd, ja, die gaat verloren. Want je investeert tijd in werk, iets wat je verplicht bent om te doen om geld te verdienen, om vervolgens weg te moeten geven via geld, omdat je dat ervoor hebt gekregen, aan iets wat in het leven een stoplicht heet, en omdat je met je eigen ogen bent gaan kijken om te kunnen oversteken. Dus daar komt de uitspraak, tijd is geld vandaan. En precies zoals het mensen het zeggen, kijk, en dat is dus je God maken, zeg maar. Dat is afgoderij, om zo maar te zeggen. Ik zeg niet dat werken voor geld om te overleven slecht is. Dat is echt niet zo. Maar op het moment dat je leeft vanuit het perspectief dat je geld nodig hebt om te leven. In het fysieke leven ja natuurlijk. Maar in het spirituele leven helemaal niet. Dus wat ik met dit probeer te zeggen is, probeer je er zelf er niet van te weerhouden. Dat je beseft wie je bent. En dat is een ziel of een geest. Je leeft in de geest, zeg maar. En ziel en geest, ik zeg al, dat geest is je levenservaring, zeg maar. Het bewustzijn, de dingen om je heen, je adem, om zo maar te zeggen. Dat is je geest. Dat is alles wat je ervaart, zeg maar. Dat is de geest. Dus als er in de Bijbel er staat van de Vader is in de geest. Kijk, daar in, de Vader is dus in leven. Dus niet het leven, maar in leven. Gewoon alles wat leeft. Alle kleine diertjes, alle grote diertjes, alle mensen, alle hele grote dieren, alle vissen. Die leven allemaal bewust. Ze leven. Snap je? Ze leven in een bewustzijn. Dat is in de geest. Snap je? En in de geest zijn we allemaal één. Dat is allemaal wat wij noemen God. Of de Vader, of de universele Vader, of het universum, hoe je het ook wel noemen. Dat is de geest God, van God. En God is in de geest. Dus als je vanuit dat perspectief leeft, dan heb je helemaal niet nodig maar geld om te willen leven, zeg maar. Dat wordt een bijzaak. Dat is een beetje wat ik probeer te zeggen. Geld wordt een bijzaak in het leven. Het is nodig om te overleven. Helemaal mee eens. Je mag er ook leuke dingen mee doen, natuurlijk. Maar zolang je maar beseft dat het niet het doel is in het leven, om zo maar te zeggen. Mensen denken dat volgens mij een beetje te vaak. Dat geld het doel is in het leven. Maar het is verzonnen. Het is allemaal door mensen verzonnen. En je investeert jouw tijd, jouw energie in iets wat wij waarde geven. Het heeft geen waarde, wij geven het waarde, snap je? Iemand heeft ooit. Het is dus niet dat er in universele law staat, universele wet staat van goud kost zoveel. Het staat nergens geschreven. Dus wij geven het waarde. Wij zeggen van dit kost zoveel geld, dit zo heeft zoveel waarde. Wij zijn daarin gaan geloven, omdat het heel makkelijk is. Wij zijn onvolmaakt, dus wij geven ergens waarde aan mensen, aan dingen. En dat is liefde, snap je? Wij geven er een bepaalde liefde aan. En
vanuit het onconditionele liefde, dan heeft alles dezelfde waarde. En in alles in dezelfde waarde kan ook het goede en het kwade zitten. Want zonder de duisternis is er geen licht en zonder licht is er geen duisternis. Zonder geest is er geen lichaam, zonder lichaam is er geen geest. Dus het is een binair systeem. Het een heeft het ander nodig om te bestaan. Waarom moet het negatieve kant, de mannelijke kant, waarom moet die er altijd de macht hebben? Waarom kijken we niet naar alle positieve dingen? Althans, misschien is dat ook slecht. Waarom kijken we niet naar allebei de dingen? Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Snap je? Het negatieve en het positieve. Alles heeft negatieve en een positieve kant. Maar wij geven het die waarde. Jij bent degene die dingen jezelf aandoet, om zo maar te zeggen. Jij investeert je energie in deze materialistische wereld. Terwijl de enige energie die we moeten gebruiken is creativiteit. En vergeven. En liefde. Ik denk dat dat de drie hoofdenergieën zijn die je moet gebruiken om... Als jij je hersenen ziet als antenne, om zo maar te zeggen. Datgene wat je uitzendt is wat je terugkrijgt. Op het moment dat jij alles liefde hebt, krijgt alles ook jouw liefde, om zo maar te zeggen. Dus zo werkt dat. Dus dat was mijn gedachte over een parkering over het stoplicht. Dus, goed. Zie jullie in een andere video. Peace.